Welkom op het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan. We zijn hier vandaag op de Aalsmeerbaan, de baan 18 links, 36 rechts. En daar zijn we bezig met het groot onderhoud aan deze baan. Eens in de 7 jaar doen wij baanonderhoud, zodat alle vliegtuigen hier veilig kunnen landen en opstijgen. En zodat alle passagiers veilig op reis kunnen. Wij zijn hier 14 weken bezig met asfalteren. De riolering wordt aangepakt, de verlichting wordt vervangen. En daarnaast wordt ook het landingssysteem aangepakt. Ook zijn we bezig met allerlei aanpassingen aan kabels en leidingen. En zo samen is dat een heel pakket aan werk. We zijn hier al enkele weken bezig. Daarin hebben we al een hoop werkzaamheden verricht. Zoals het frezen van het asfalt, het doen van rioleringswerkzaamheden, het aanbrengen van kabels. En in de komende weken zullen we daar nog mee verder gaan. In het aanbrengen van verlichting, het aanbrengen van markering en het aanpassen van het landingssysteem. Tijdens dit project richten wij ons ook op duurzaamheid. Daarbij wordt alle oude conventionele halogeenverlichting in de baan vervangen door nieuwe, schone LED-verlichting. Daarnaast, in de breedste zin van het woord, doen wij ook aan hergebruik van materialen, waaronder het inzetten van hergebruikt asfalt. Op dit moment kunnen we even niet starten en landen op de Aalsmeerbaan. En dat betekent dat andere banen op Schiphol vaker gebruikt zullen worden. Voornamelijk de Buitenveldertbaan, die wordt nu in deze periode vaker gebruikt. Het onderhoud aan de Aalsmeerbaan is eigenlijk het lastigste baanonderhoud dat we hebben op Schiphol. Dat heeft te maken met een aantal zaken. We hebben namelijk een kruising met twee andere banen, de 0624-baan, dus ook wel de Kaagbaan genoemd, en ook de 0927, de Buitenveldertbaan. Daarom zetten we ons volledig in om dit project zo snel mogelijk tot een succesvol einde te brengen.